In onze reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de kersttijd. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Wat roept dit beeld bij jou op? En wat zou het kunnen te maken hebben met de kersttijd? Wat hebben we hier? Oei. Ik weet niet wat. Don't know. I have no idea what this powder is. Is dat zout? Ik denk dat dat bloem is. Bloemsuiker. Is dat bloem? Is dat bloem? Baking powder. Ik zou denken, ja, natuurlijk bloem. God, kerstmis en bloemsuiker. Ah, sneeuw. Ah ja, ah ja. Bloemsuiker. Ja, doet mij denken aan sneeuw, dat wit is en een beetje in bergjes ligt. I don't think it's an illegal substance. If it is, then there's an awful lot there and the police would like to know about it. Want zout, de specerij, dan denk ik ook dat we zout op aarde moeten zijn, maar... als dat bloem is, dan is dat iets bekken. Dat is iets maken, natuurlijk. Er iets van maken. Dient ook wel om er brood van te maken, hè? En ja, goed, misschien wel dezelfde associatie als dat broodmes. Jezus, die het levende brood is. Het manna. Voilà. En dat wordt hier uitgekapt op tafel. De geboorte van Jezus. Er gaat nog van alles gebeuren met die bloem. Jezus is nog maar een kind met kerstmis. Hij gaat nog groeien. Er gaat van alles gebeuren alvorens hij ons helemaal zal verlossen. Maar het is wel het begin. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? Bloem op zich absoluut niet lekker. Maar het zit wel in heel veel lekkers. Brood, taart, bechamelsaus... Het is een basisingrediënt dat bovendien bindmiddel is en ervoor zorgt dat alle andere ingrediënten samen blijven. Van bloem genieten wij vaak zonder er heel bewust van te zijn. Wat is er zo in ons leven aan basisingrediënt dat niet op de voorgrond treedt? En wat is het bindmiddel dat alles samenhoudt? Hoe zult u nu zeggen, komt hij nu al af met de vraag van vandaag? Nee, er komt er nog een andere. Want ik wil met u eerst nog naar Burkina Faso gaan. Ik heb al verteld dat wij in de kathedraal verbonden zijn met een zusterbisdom daar. En op reis, op bezoek bij heel wat dorpen met wie we verbonden zijn, heb ik gezien hoe bloem gemaakt werd. Daar sta ik alvast niet altijd bij stil als ik door de supermarkt loop en de pakjes bloem zie staan. Dat het een heel arbeidsintensief gebeuren is. Zeker in de arme dorpen van Burkina, waar er een centrale plaats is, daar staat dan een groot vat. En de vrouwen staan daar rond met een grote stamper de bloem te slaan. Van 's morgens tot 's avonds. Daarom proberen wij trouwens met onze organisatie Afrant ervoor te zorgen dat er mechanische, automatische molens komen in zulke dorpen. Dat geeft de vrouwen de kans om met andere dingen bezig te zijn en meer autonoom te functioneren in hun gezin. Maar terug naar het bloem en hoe arbeidsintensief het is om dat basisingrediënt, dat bindmiddel, te creëren. Welk werk hebben wij te doen om ervoor te zorgen dat wij bloem kunnen zijn in ons gezin, in onze samenleving, onze buurt, onze kerk? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Bloem is mooi. Alleen kun je met bloem op zichzelf ongeveer niets doen. Ga je voor een hartig gerecht, dan moet daar minstens wat vet bij en zout.
ga je voor een zoet gerecht, dan moet er boter bij, dan moet er suiker bij. En zo ben je vertrokken. En bovendien, er moet gekneed worden. Laat je bloem liggen, dan verwaait die met de wind. Bloem, dat weet al wie in een keuken werkt, bloem is, begin maar te kneden. Uiteraard kun je dat toevertrouwen, dat kneedwerk, aan je keukenrobot. Je schakelt die aan, de snelheid, de duur, dan pakt die dat van je over. Van de andere kant, de smeuïgheid van die deeg in je handen voelen. Hè? En hoe dat eerst brokken maakt en hoe dat dan blijft plakken aan je handen. En hoe dat uiteindelijk, naarmate die deeg meer consistent wordt, hoe je handen weer netjes proper worden en dat bolletje af is, dat je dan kan rollen. Dat werk van kneden tot het mooi zit en bruikbaar is, dat zegt iets over het leven. We zijn een nieuw jaar begonnen. Ik hoop dat er genoeg bloem in de kast zit. Maar je weet, er zal moeten gekneed worden. Of dat nu gaat over het dagelijks samenleven, of dat nu gaat over je beroep, of als dat gaat over de kerk en je innerlijk leven en je gebedsleven, er zal moeten gekneed worden. Je kunt er veel kanten mee uit. Maar zolang die bloem niet in je handen hebt gehad, blijft die ook in een zakje in de kast staan. En die kan daar heel lang staan. Dat is het voordeel van bloem. Die kan heel lang wachten. Je mag die zelfs 2 jaar laten staan, die wordt niet slecht. Maar zolang je die niet in je handen hebt gepakt en er iets anders hebt bij gedaan en goed gekneed, ja, dan blijft die daar nutteloos staan. In de adventreeks stonden de 3 koningen klaar in de parochiekerk van Kontig Kazerne. Kijk maar. Ons lieve vrouw, Kontig Kazerne. Buiten staat de kerststal al klaar. De kerkdeur staat open, elke dag. Maar nu, in de adventstijd, hebben we er toch een beetje meer werk van gemaakt. Doordat er geen diensten zijn, konden we de hele ruimte van de kerk gebruiken om een kerstsfeer aan te kleden. De kinderen van onze school konden ook geen vieringen houden in de kerk. Daarom bracht onze parochiekerngroep hun adventsmateriaal. Zij versierden allemaal sterren en schreven er een wens op. En die zijn heel de kerk door in de bomen opgehangen. Hier vinden we Melchior, 40 jaar, de middenste van de 3. Hij is een realist. Hij brengt de zin om problemen concreet aan te pakken mee. Gods rijk is voor hem geen illusie. Hij maakt het mee waar, elke dag een stukje meer. In het kind van Bethlehem ziet hij de oproep om zorg te dragen en kansen te geven. Hier staat onze 2e koning, Caspar, de jongste. Hij zegt, ik breng mijn enthousiasme mee, het dynamisme van mijn generatie, onze dromen voor een betere wereld. En in het hulpeloos kind van Bethlehem herkent hij de mogelijkheden om te groeien naar Gods droom. Hier is onze 3e koning, Balthazar, met zijn 60 jaar de oudste. Hij brengt dan ook de wijsheid van jaren mee, het zicht op wat echt telt en wat bijkomstig is. En in het hulpeloos kind van Bethlehem ziet hij een onvermoede toekomst opengaan. Zo kijken we met z'n allen hoopvol uit naar de komst van onze Heer op Kerstmis.